Wisten jullie dat 97% van de mensen kan zingen? Hoe straf is dat? Dat is superveel. En dat wil waarschijnlijk ook zeggen dat ook jij kan zingen. Hoe komt dat? Daar gaan we naar op zoek. Alle geheimen achter die stem ontfutselen. Dat gaan we nu doen. Let's go. Iedereen kan zingen en daar gaan we het over hebben in de komende video's. Zingen en hoe je dat beter kan doen. En ze zeggen wel dat iedereen kan zingen, maar even serieus. Is dat wel echt zo dat iedereen kan zingen? Dan moeten we toch even de proef op de som nemen. En dat gaan we doen in Aarschot. We gaan het eens vragen aan de mensen zelf. Ik zing graag, maar niet goed, denk ik. Ik zing al wel eens een keer met mijn kleinkinderen. Tijdens het poetsen of tijdens het douchen, als andere mensen het niet kunnen horen. Wat is zo jouw favoriete liedje? Oh, moeilijk. Mijn favoriete liedje? Goh. Stiekem in de auto zing ik heel graag nummers van K3. Crowded House, Don't Dream It's Over. Kan je misschien eens een liedje voorzingen? Oké. Moet ik het echt zingen? Draai een keer in het rond. Jongens en meisjes dansen. Sterren komen, sterren gaan. Hey nou, don't dream it's over. Ken je dat niet? Nee? Ja, mannetjes, er is toch nog een beetje werk aan de winkel. Maar pas op, ik begrijp dat, hè. Want zingen heeft heel veel met techniek te maken. En er zijn maar weinig mensen die zonder oefenen supergoed kunnen zingen. En ja, de vraag blijft natuurlijk, hoe weet je nu of je goed kan zingen of niet? Ik weet niet of je al gehoord hebt van de app Smule. Dat is een heel toffe manier om al eens te oefenen met zingen. En om ook te checken of je meteen op de juiste toonhoogte zit. Even voordoen. Zo, ik ga zingen. Ik heb voor Control van Zoe Wees gekozen. Ik ga dat solo doen. Okidoki. Ik wil geen filter. Start. Aha, ik zie het pijltje al. Dat is een goed teken. Want dan kan ik zo meteen de lijn proberen volgen. Hier gaan we. Early in the morning I still get a little bit nervous. Fighting my anxiety constantly, I try to control it. Hier komt het refrein. I don't wanna lose control. Nothing I can do anymore. Jongens, ik ben er ook niet altijd op, maar dat maakt niet uit, want je moet gewoon oefenen en je moet ergens beginnen. Om die stem een beetje op te warmen, ideaal, Smule. Misschien moeten we het ook gewoon eens vragen aan een aantal bekende zangers en zangeressen. Hoe hebben zij hun talent ontdekt? Hoe heb ik ontdekt dat ik kon zingen? Dat is keilang geleden. Hè? Ik heb het nooit ontdekt. Oei, dat is een moeilijke vraag. Ik weet dat nog precies. Namelijk, ik kon vroeger niet zingen. Maar dat zat een beetje in de familie, want mijn twee onkels zongen in een orkest. En onze papa was drummer. En ik denk dat dat een beetje in mijn bloed zat. Ik denk eigenlijk dat andere mensen dat eerder ontdekt hebben dan ikzelf. Ik ging ook bij een jeugdkoor, een beetje zoals jullie allemaal. En ik zong als 8-jarig jongetje. Oh, is een pijntje, kijk. Ik dacht dat dat leuk was om te zingen zoals Louis Armstrong. Maar ooit bij een kampvuur heb ik eens het liedje Aline gezongen. En mijn lief, die nu mijn vrouw is, Anneke, die zei. Oeh, maar jij kunt dus wel een beetje zingen op je 17e. Dus ik denk dat dat zo gegroeid is vanaf mijn 7e of zo. Dus ik zing eigenlijk al heel mijn leven. Ja. Bij mij is het alleszins onze papa die denkt dat hij mij heeft leren zingen. Altijd als ik vroeger naar school reed, moest hij van mij, blijkbaar, ik zag twee beren zingen. Ik moet wel eerlijk bekennen, papa, ik denk echt niet dat ik mijn talent van u heb doorgekregen. Maar goed, in de volgende afleveringen gaan we ontdekken hoe je beter kan leren zingen. We gaan dat doen met tips en tricks en natuurlijk ook techniek. En nu krijg je gewoon ook al het goede voorbeeld van de zangers en zangeressen van Scaletta. En als je het leuk vindt, vergeet dan zeker geen duimpje te geven.